Vandaag heb ik niet één mooie mijlpaal op mijn hoofdaccount in Brawl Stars, maar gewoon twee mooie mijlpalen. Want de eerste is een kleine, niet heel bijzonder, maar toch wel echt nice. Ik ga namelijk al mijn knokkers weer rank level 25 plus krijgen. Ik heb alleen Doc nog en dan zoals jullie zien zijn al mijn andere knokkers boven de rank level 25 geweest. Dus dat is wel echt heel erg nice. Natuurlijk echt veel voor moeten spelen. Maar ja, dan is het dan eindelijk gelukt en dan hoef ik daar voorlopig geen zorgen meer over te maken. En dan gaan we misschien weer een rank level 30 knokker pushen. Misschien een leuk idee voor het volgende. Maar dat is één mijlpaal, alles dus rank level 25. De volgende is eigenlijk veel nicer. En dat is dat ik een room level omhoog ga. Als het goed is. Want ik heb namelijk al mijn rewards hier nog bewaard. Van deze Brawl Pass. Dus dat is wel echt ziek nice. En alle rewards die hier staan ga ik openen in deze video. Dus we gaan een dog pushen naar rank level 25. Plus alle rewards erbij. En als het goed is hebben we dan voldoende credits om een Saturnus room level omhoog te gaan. Dus dat is ziek nice. Dan zijn we gewoon Saturnus room level 3. Dat is echt heel erg hoog. Dus daar ben ik wel erg benieuwd naar. Maar voordat we natuurlijk gaan pushen en alle rewards gaan claimen, doe een duimpje omhoog. 2000 likes zou mooi zijn. Want ja, dit zijn wel de video's waar wel veel tijd in zit. Gewoon alles verzamelen. Elke dag alle opdrachten voltooien. De support wordt gewaardeerd. En vergeet daarom ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. En natuurlijk de code BOUNCE te gebruiken. Elke week wordt die ook weer uitgevoerd. Is vet irritant, ik weet het. Maar het wordt wel gewaardeerd als je hem dan niet opnieuw vergeet in te vullen. Ja, zo. Zou nice zijn. Maar laten we eens maar even met Dark spelen. We hebben Klopjacht waar we in kunnen spelen. Maar ik heb ook een aantal potjes in Knockout gespeeld. Op zich wou dat best wel. We gaan gewoon even kijken met randoms of het gaat lukken. Is wel leuk. Want de laatste tijd heb ik heel veel gepusht gewoon met teamgenoten. En die zijn allemaal goed qua spelen. Dus dan is het veel makkelijker om te winnen. Dus het is ook eens goed om met randoms te spelen. Maar ja, dan ben ik heel benieuwd wat hier terecht van gaat komen. We kunnen misschien hier al meteen pushen. Dat zou mooi zijn. En ik kan mijn super eventjes aanzetten. Oké, dat is zonde van mijn super. Maar als ik dood was gegaan, had ik het anders overleefd. Oké, er is hier nog een Mortis. En dan ga ik helaas nog dood ook nog. Ik dacht, die Mortis heb ik wel. Maar ja, die had zijn super, dus dat is een beetje balend. Oké, dan moeten we zo meteen wel iets beter spelen. Maar ik had ze bijna allemaal in het begin, die knokkers. Dat is wel het OP'en van Doc. Soms gaat dat echt mega goed. Maar ik denk dat Surge dit niet gaat winnen. Doet hij wel. Nice, dan staan we 1-0 voor. En dan moeten we even zorgen dat we dit potje binnen gaan slepen. Zal mooi zijn. Dan denk ik dat ze niet met z'n allen nog een keer in dat bosje gaan staan. Lijkt mij in ieder geval. Oké, ik moet hier even om dit hoekje gaan staan. Anders ga ik hier dood. Oké, mijn teammate is nu dood. Ja, Bibi is ook niet de meest geschikte knokker hier zo, denk ik. Nee, weet ik eigenlijk bijna wel zeker. Wat gaat die Mortis doen? Kunnen we even kijken of we hem kunnen pushen? Oh, dat was nice gedaan door Surge. Oké, dan zijn we nu 2 tegen 1. Dat zou wel nice zijn. Die Surge die speelt wel goed hoor. En dat doet hij zeker. Oké, oh shit, dat was mijn gadget. Dus dat is jammer. Het voordeel is wel dat ik mijn super bijna heb. Dus die heb ik nu. Dus als ik bijna dood ga, kan ik gewoon mijn super weer inzetten. Dus dat is wel heel erg lekker. En nice gedaan Surge. Dan is er nu 2 tegen 1. Ik zal eventjes zorgen dat ik die Colette wegjaag. En dat ik ervoor zorg dat ik in ieder geval hier ga overleven. Oké, dat was mijn super helaas. Ah shit, dat was stom gespeeld. En heel goed gespeeld door die Colette. Veel mensen hebben dan toch de neiging om door te gaan aanvallen. Maar dat deed deze Colette niet. En Surge gaat hier winnen. Ja, hij wint voor mij. Puur gewonnen door een random. Ik ben gecarried door een random. Ik vind het helemaal mooi. Ziek gespeeld door Surge. En dat betekent dat we nog één potje moeten winnen. En dan hebben we Dark Rank level 25. Dat is toch wel vrij netjes als je het mij vraagt. Eén potje. En daarna gaan we natuurlijk al mijn rewards claimen. Met vet veel stardrops trouwens. Volgens mij hebben we echt veel stardrops. Volgens mij heb ik nog geen één stardrop geclaimd. Dus dan kunnen we daar misschien ook nog vette rewards uit krijgen. Maar ja, dat zien we zo meteen wel. Eerst eens kijken wat hier terecht van gaat komen. Oh, we hebben 3 knokkers van ver weg. Dat is wel een beetje balen. Oké, ja, ik krijg ook meteen weer een hit. Dus dat was eigenlijk ook wel een beetje te verwachten. Ik loop een beetje via de buitenkant, want vaak loopt dat net wat beter. En shit, dan ga ik daar dood. Maar op die manier kan je het vaak wel overhalen om dan vervolgens daar een kill te maken. Ik heb ook 1 kill gemaakt, maar het was wel een beetje suicide, want ik ging zelf ook dood. Oké, als jullie met z'n tweeën er even voor zorgen dat jullie
die Brock killen. Dat zou wel te doen moeten zijn. Zou je denken, ja, dan kunnen we dit potje denk ik alsnog winnen. En dan hebben we het echt vet makkelijk gehaald, Doc. Ja, dat viel me echt mee. Ik dacht echt, dit gaat heel lastig worden. En met een beetje pech zijn we heel veel potjes bezig. Maar dat is echt niks van dat. Oké, ik kan even kijken. Ik zal mijn super aanzetten en dan ben ik dood. Maar ik kom ook meteen weer terug tot leven. Dus dat is mooi. Ik zal even hierheen gaan. En we zijn nu 2 tegen 2. Oh, nu ga ik dood. Ik wou net zeggen. Die kon ik niet meer ontwijken, want ik zat in tussen zo'n pad. Ik zat er tussenin. Ja, dan wordt dit wel moeilijk ontwijken. Dat betekent dat het 1-1 staat. En dan moeten we nu toch nog eventjes heel goed gaan spelen. Ja, want we mogen nu deze ronde niet verliezen. Oké, ik moet hier even naar achteren. Want ik krijg allemaal damage tegen. En dat was Leon inderdaad. Oh, hier, nice. Dat is een kill. En gaat dit goed komen? Nee, ik ga helaas dood. Oké, dan hebben we dus nog een Sprout tegen een Brock. Oké, dan ben ik heel benieuwd. Dit is dus voor mij raak level 25 als deze Sprout de 1 versus 1 wint. En dat doet hij! Lekker man. Ik ben gewoon 2 keer gecarried door randoms. Oh, dat is wel echt heel erg nice. Dit keer speelde Sprout erg goed. En hebben we rank level 25 dog gehaald op een manier wat niet heel mooi is. Maar we hebben het gehaald. En dat is voor mij nu even het belangrijkste. Al mijn knokkers zijn weer rank level 25 plus. Hey, dat is wel nice. Want een maand geleden had ik nog 6 of 7 knokkers die ik nog moest pushen naar de rank level 25. Dus we hebben de laatste tijd echt vet veel, zeg maar, stappen vooruit gemaakt qua trofeeën. En op dit moment zitten we op de 58.000 trofeeën en 134 is mijn record. Oh ja, ik kan met wat andere knokkers, had ik een paar potjes verloren. Vandaar dat we niet op mijn record zitten op dit moment. Maar laten we nu alle rewards hier maar gaan openen. En we gaan echt vet veel krijgen, dat is niet normaal. Heel veel krachtpunten, bling krijgen we erbij. Oh, we moeten eerst bling opmaken. Oké, nou, dan kan ik het bling op dit moment nog niet claimen. Doe ik dan binnenkort wel. Maar alle stardrops kunnen we wel claimen. En dan ben ik benieuwd of we nog een legendarische stardrop kunnen krijgen. En of we daar dan misschien iets goeds uit kunnen krijgen. Al die credits zijn natuurlijk goed om natuurlijk een roomlevel omhoog te gaan. En ik heb het berekend, als het goed is, gaan we roomlevel omhoog. Als het goed is. Als ik het goed heb berekend dan natuurlijk. Zullen we zien dat ik een foutje heb gemaakt en dat we het uiteindelijk net niet gaan halen. Dat zou echt heel stom zijn. Dan zit ik helemaal cool te vertellen dat we 2 mijlpalen gaan halen. Natuurlijk alles rank level 25. En natuurlijk dat we dan een roomlevel omhoog gaan. Zullen we zien dat we het niet halen. Maar hier, volgende star erop. En legendarisch, dat wil je hebben. Dan ben ik benieuwd wat we hieruit gaan krijgen. 1000 coins erbij. Nou ja, wel chill voor gouden en zilveren skins. Want dan kan ik daar weer mooi mee kopen. Want voor de rest kan ik niks kopen eigenlijk. Ik heb alles al. Qua krachtpunten heb ik ook echt veel te veel. Dat is ook onzin. Ze moeten daar echt iets op verzinnen. Dat je je krachtpunten kan uitgeven op een andere manier. Want ik heb op dit moment 25.000 krachtpunten. Hebben ze überhaupt een maximum aan krachtpunten? Of is het tegenwoordig dat je oneindig door kan gaan met krachtpunten? Daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Een volgende starter blijft zeldzaam. En nog een reactie erbij. Alle bling dat hier staat moet ik dus binnenkort een keer claimen. Kunnen we binnenkort misschien wel in de video doen. Gaan we gewoon allemaal skins kopen met de bling die ik heb. Want ik heb er echt nog vet veel. Weer 200 credits erbij. En volgende star erop. Ja, ik weet niet precies hoeveel star erop ze zitten in de pass. Maar er zit echt veel in hoor. Dus we hebben echt vet veel star erop die we kunnen claimen. Dus dat is wel mooi. Zeldzaam, dan krijgen we nu wat coins uit. We kunnen eens kijken. Met munten kan je natuurlijk upgraden. En hier heb je krachtpunten. Kun je knokkers upgraden. Ik zie niet een maximum aantal. Dus volgens mij kan je ook qua krachtpunten gewoon oneindig lang doorgaan. Dus de kans bestaat best wel dat wij gewoon over een paar maanden de 100.000 krachtpunten hebben in Brawl Stars. Volgende star drop. Weer een legendarische. Dit slaat helemaal nergens op. Tweede legendarische van deze video. En we krijgen 1000 blink erbij. Dat is nice. Want dan zitten we op dit moment op de 14.390 blink. Plus alle blink dat ik nog kan claimen in de pass. Want ik heb nog natuurlijk allemaal blink staan die ik nog niet eens heb geclaimd. Dan zit ik misschien bijna op de 20.000 blink die ik kan opmaken. Oké, we krijgen 1000 credits er nog bij. Dus dat is helemaal mooi. Dan zitten we op dit moment op de over de 7000 zelfs. Dus als we nu nog in totaal 1000 credits krijgen, dan zijn we roomlevel omhoog. En dat moet lukken, want we zijn ongeveer op de helft van de pass. Oh ja, we moeten natuurlijk uitgeven. Ik wil automatisch de hele tijd die blink claimen. Maar dat kan natuurlijk niet. Want dan moet je natuurlijk eerst
de boel uitgeven voordat je het kan opmaken. Weer edelstenen erbij, chill meegenomen, want dan wordt mijn aantal weer wat bijgevuld. Zitten we weer over de 3000 edelstenen. En 2 legendarische starter-ups. En nu ook nog een mythische. Het blijft maar doorgaan. 200 credits erbij. Nu moeten we het wel halen. Het kan nu niet zo zijn dat we nu niet gaan halen. Dit is echt bizar. En die starter-ups, weer een epische. Het is echt insane wat ik krijg aan rewards. Oké, volgende reactie. Volgende starter-up. Deze is zeldzaam. Maar in principe kan het al niet beter. Ja, het kan niet zo zijn dat je gewoon 3 legendarische starter-ups krijgt uit 1. Uit 1 Brawl Pass. Dat kan toch niet, zou je denken. Maar ja, je weet het niet. Misschien in één keer zo meteen komt het tevoorschijn. En we hebben nu nog 2 of 1 keer credits nodig. En dan zijn we room level omhoog. Dus dan is die mijlpaal ook gehaald. En dan moeten we nog 1 room level omhoog. En dan hebben we volgens mij het hoogste gehaald qua room levels wat je kan halen. Dat denk ik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat zien we zo meteen. Hier krachtpunten. En dan krijgen we de volgende star drop. Waar blijven de volgende credits? Ik wil die room level omhoog. Ik wil hem omhoog. Ik zie hier edelstenen en weer star drops. We hebben even een tijdje geen credits meer. Dus dat is jammer. Epische star drop. En dan krijgen we gewoon 100 krachtpunten uit. Dan zitten we nu bijna op de 30.000 krachtpunten. Bijna, maar nog net niet helemaal. Hier nog een keer 1500 coins. We krijgen hier de volgende star drop. Deze blijft wel gewoon op zeldzaam. En krijgen we zometeen ook nog krachtpunten? Nee, dat niet. Dus de krachtpunten gaan niet verder omhoog dan wat we nu hebben. Maar wat we wel krijgen is hier 100 credits erbij. En met deze credits erbij hebben we het gehaald. Saturnus Room level 3. Let's go. Dit is ook wel echt een gigaflex in Brawl Stars. Want echt vet weinig mensen hebben dit. Gewoon een Saturnus Room level 3. Dit is echt insane. Ik kan wel eens kijken wat bijvoorbeeld de beste spelers ter wereld hebben. Deze heeft... Oh, die heeft wel 1 room level hoger dan wat ik dus nu op dit moment heb. Oh, deze heeft 2 room levels hoger. Ze zijn wel iets hoger, maar ik zit er wel bij in de buurt. En als we bijvoorbeeld bij Nederland kijken, ja, die hebben ook wel iets hoger. Maar desalniettemin... Hé, kijk, deze nummer 3 die heeft dan ietsjes lager. Ik zit er een beetje tussenin, maar dit is echt insane. Dit is wel echt een zieke flex. En we moeten nog 1 room level omhoog. Maar dan moeten we de 24.000 credits hebben. En dan hebben we volgens mij het maximale room level wat je kan halen. Dus dat is wel heel nice. Laten we even doorgaan. Dan gaan we hier nog meer rewards claimen. Die skin die ga ik binnenkort een keertje claimen. Ik denk dat dat wel leuk is voor de video. Dat ik ook al mijn blink ga opmaken. En ik kwam even niet op de naam. Want we hebben natuurlijk vet veel blink die we kunnen gaan opmaken. Ja, dat is echt niet normaal. Maar dat komt binnenkort. Laten we nu de volgende legendarische openen. En hebben we toch 3 legendarische starter-ups gekregen uit de Brawl Pass. Maar ja, deze was gegarandeerd. Dus dan is het natuurlijk een ander verhaal. Nog een keertje coins erbij. 1000 coins. En tot slot nog een zeldzame starter-up. En dan hebben we in principe nu alles geopend wat ik kan openen. Dan hebben we nu bijna 120.000 coins. Echt insane wat de hoeveelheid. Ik vind het echt een geslaagde video. Als jullie dat ook vinden, doe dan een duimpje omhoog. Wordt gewaardeerd. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dus natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouse.nl voor de bouse army kleding. Hoi.